In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Hermen Vreugdeheel van de fractie ChristenUnie-SGP. Voor Hermen spelen vrijwilligers een grote rol in de provincie. Nou, dit vind ik wel een mooie plek die ook echt laat zien waar de provincie voor staat. Want de buurtbussen die worden door allemaal vrijwillige buurtbuschauffeurs gedaan. En dat typeert Brabant wel. Vrijwilligers die zich inzetten voor onze Brabantse samenleving. Daar moeten we goed voor zorgen. En dat is ook een van de kernpunten die we altijd in de provincie aandragen. Wees zuinig op je vrijwilligers in Brabant. Redelijk lokaal bekend. Iedereen kent wel hier dat transferium voor Altenahoven. Maar goed, we staan hier in Almkerk. Is de Provinciale Staten niet een klein beetje een ver van mijn bedshow? Soms wel, maar als het over busvervoer gaat, als ouderen ben je van afhankelijk, ja, dan is de provincie opeens heel belangrijk. Of als je bijvoorbeeld agrariër bent in deze omgeving, ja, dan heb je direct te maken met de provincie. Of denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, A27, het busvervoer tussen Breda en Utrecht. Ja, wordt allemaal door de provincie geregeld en georganiseerd. Ja, en dan komt het opeens wel heel dichtbij. En dan is het ook juist belangrijk dat er mensen zijn uit deze regio die die belangrijke vraagstukken ook in Den Bosch op de kaart zetten. Hoe werkt dat nou in zo'n provincie? Nou, ook wel, want als jij natuurlijk in een regio vertegenwoordigd bent, weten de mensen heel snel te vinden. Dus het wordt wel heel makkelijk om dingen die hier spelen heel snel in de bos op de agenda te zetten. Dus ja, dat is een groot voordeel als je toch uit deze regio komt. Aan de andere kant ben je in de bos altijd wel een beetje met de toekomst bezig. Van ja, Brabant 2040, 2050. Maar daar zijn ook lokale politici voor nodig die precies voelen wat er hier leeft en dat over weten te brengen. Ja, en volgens mij heb ik dat de afgelopen 4 jaar en eigenlijk die jaren ervoor ook wel op een hele mooie manier mogen doen. Ja, welke speerpunten nemen jullie zoal mee vanuit het mooie Altena richting het provinciehuis? Nou, een van de belangrijke dingen vind ik de leefbaarheid. We hebben in het verleden als provincie heel veel geïnvesteerd in het dorpsontwikkelingsplan. Hè. Denk aan Meeuwen, Eten, Giessen, Rijswijk, waar allerlei centra zijn gerealiseerd die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in deze regio. Dat moet de komende periode ook weer gebeuren. Wat ons betreft gaat er 100 miljoen in geïnvesteerd worden de komende 4 jaar. Daarnaast natuurlijk de bereikbaarheid, A27, busvervoer Breda-Utrecht. Heel belangrijk, ook voor onze jongeren om de scholen te kunnen bereiken. Gaat een belangrijk speerpunt voor ons worden. En onze agrariërs, die hebben echt onze steun nodig. Want ze worden hier geconfronteerd met een beleid wat eigenlijk voor de pil gemaakt is, waar overlast is. Terwijl we die overlast hier niet hebben. Maar ondernemers hebben wel te maken met de provinciale regels, die heel erg knellend zijn. Ja, daar zet ik me voor in om voor die boeren ook het goede te zoeken. En daar ruimte te creëren dat ze ook gewoon boer kunnen blijven. Nog even heel kort, mensen hebben de stempas in huis inmiddels. Waarom moeten zij nu naar die stembus? Nou, het is zo belangrijk, als je mee wil praten over je eigen leefomgeving, dan is de provincie een hele belangrijke partij die daar heel veel in bepaalt. Dus stem dan ook op iemand vanuit deze regio.